een maandje huis uit te zijn. Iets wat ik nog nooit gedaan heb. Ja, ga maar. Mooi, hè? En hier slapen wij. Hey guys, welkom bij deze nieuwe vlog. We zitten hier bij Confetti in Maastricht. Een Confetti Kit & Concept Store. Superleuk, ze hebben hier kleren en speelgoed voor kids. En tegelijkertijd hebben ze hier heerlijke lunchgerechten, ontbijtjes. Mag ik deze van boos? Mag jij hebben? Nee, mag jij hebben. Oké, dankjewel. En de kids kunnen hier overal spelen. Er zijn allemaal speelhoekjes. Je kan binnen en buiten zitten. Het is echt helemaal fantastisch om hier even te chillen als ouders met de kids. Onze Airbnb is op dit moment voor een maand verhuurd. Dus voor ons ook een uitdaging en om even te testen hoe het is om een maandje huis uit te zijn. En we hebben 4 verschillende plekjes waar we logeren en we gaan jullie meenemen. Hey guys, we zitten al... volgens mij is het de tweede week van de 4 weken dat wij het huis zijn al bijna erop. De eerste week zijn we bij Maartens ouders geweest, zoals jullie een beetje gezien hebben. Een paar beelden. En nu zitten we in onze caravan in Nijmegen bij vrienden. Ik ga vandaag een iets wat spannend dingetje doen. Iets wat ik nog nooit gedaan heb. Misschien denken sommigen, ja, stel niks voor. Maar ik heb het nog nooit gedaan, dus voor mij is het even spannend. Ik ga alleen met de kids, met de bus, waarvan ik nog niet weet waar de bushalte is, naar Nijmegen. Binnen, Nick. Wat is er buiten aan de hand? Handregelen. Iedereen wil nu binnen. Ik moet zeggen, het was geslaagd. Met de kids en papa is er nu ook bij. Ik ben trots op mezelf, jongens. Het is niet alleen maar gelukt vandaag alleen met de kids naar Nijmegen met openbaar vervoer, maar het was zelfs ook super leuk. We hebben echt met z'n allen genoten. Ik moet zeggen, ik heb ze wel ook echt verwend, want een mooie achtergrond hier, die vuilnis. Nu chillen we weer even lekker in de caravan. Wat heb je daar, Lea? Kijk hè? Heb je lipgloss? Oh, vet man! Oh, wauw! Oh, zoet! Ik heb zo een actie gedacht. Ja? Ik wil blazen. Samen met Lea. Wacht even. 1, 2, 3. Wow! Als onderdeel van onze 4-wekelijkse tocht zijn we ook lekker een weekendje bij Marielle en Rutger. Portier. Hey, lady. Ja, ga maar. Ik help je wel, Nick. Mooi, hè? Is mooi? Mag je dan niet aankomen? Soms kunnen ze niet zo goed voor je. Nu zijn we bij mijn zusje en hier zijn we 1,5 of 2 weken. Ik ben nu de bedjes aan het klaarmaken. Ik zal even laten zien. Hier slaapt Lea vannacht. En hier slapen wij op een luchtmatras. En hier ga ik nou het bedje van Nicky nog opmaken. En onze koffers en zo, dat ga ik morgen uitpakken. Later doet de kit al voor zijn bad. En morgen is de eerste dag dat Nick naar groep 2 gaat. Dus... we wilden ze een beetje op tijd naar bed doen, maar omdat Lea nog in de auto heeft geslapen en we haar dan te vroeg naar bed hadden gedaan, dan waren ze heel lang aan het kletsen geweest. Dus ik hoop dat de timing nu oké is.
Het is volgens mij rond 8 uur of zo. Het kost energie trouwens. Dat wilde ik nog eventjes, misschien leuk om te evalueren. Het kost energie om te reizen en spullen in te pakken en uit te pakken. Maar het geeft ons ook ontzettend veel energie. Het is echt gek, want ja, ik ben heel snel over de moeheid heen. En Maarten die zei net nog van, hey, ik heb nu mijn haren zo kort en kaal geschoren. Voorheen kon dat niet, omdat ik van de stress of de spanning altijd uitslag had. En dat heeft hij gewoon niet meer. En ja, je zou kunnen denken van, ja, dat is toch stressig wat jullie aan het doen zijn. Maar het geeft ook juist energie, want we hebben echt quality time met elkaar. En de kinderen genieten ervan als we iedere keer weer op een ander plekje zijn. Oh, ik ben een oppertje. Wat zeg je? Ik ben een oppertje. We hebben inmiddels een weekje erop zitten bij mijn zusje. De tweede week die gaat starten. Het is nu weekend, zaterdag. Hoe vond je het eerste weekje, schat? Eerste weekje. Bij je zusje? Ja. Is inmiddels het derde weekje, de derde week van onze maand uit huis? Ja, de derde zwerversweek. Ja, leuk. Leuk om bij andere mensen in de tuin of in het huis te kijken. En juist wat meer connectie op een andere manier. Wel ook pittig soms? Kinderen moesten even wennen vooral in het begin. Ja. S'nachts vaak wakker worden. Dat merken we altijd wel, dat ze meestal een dag of drie nodig hebben om de nachten ja, echt goed door te slapen. Zeg maar. En dan is het wel fijn dat wij gewoon samen op een kamer liggen. Hoe vond jij het tot nu toe? Goed. Wat vond je leukste? Weet ik niet. En wat vond je niet zo leuk? Weet ik ook niet. Nee? Eigenlijk vond ik niks. Vond ik alles wel leuk. Ja? Ja. Vind jij het ook leuk bij Bianca en Lea? Ja. Ja, hè? En mijn zusje heeft een hondje. En waar zijn de hondje? Motte. Die heeft het niet helemaal met kinderen, zeg maar. Het is op zich een lief hondje. Hij doet ook niks. Maar ja, het is niet een hondje wat lekker knuffelt. Of waar je lekker mee kan knuffelen of zo. En je merkt dat de kids daar wel een beetje van schrikken. En zelfs van dromen laatst. Dus dat is wel een dingetje. Maar goed. Op zich is dat ook oké, dat zij daar juist ook eens mee in aanraking komen met huisdieren. Prettig is dat je, doordat je juist even onderweg bent, wat meer tijd hebt om met elkaar te praten of met je kinderen bezig te zijn, zodat je, omdat je niet in je huis weer bezig bent met misschien dagelijkse dingetjes. Want dat je juist even een andere omgeving bent, geeft je weer focus op andere dingen. Het slapen, we hebben de eerste dag op een luchtbed geslapen. Dat was interessant. Dat was interessant. Dus ja, dus we hebben het matras uit onze caravan gehaald de tweede nacht en dat gaat nu beter. Dus zo kom je gewoon erachter wat voor dingetjes je fijn vindt en wat je voor verwachtingen hebt en voor voorwaarden hebt aan een eventueel verblijf in de toekomst tijdens het reizen. Eventueel dan, hè. Dus we hebben zin in nog een weekje bij mijn zusje en dan gaan we kijken hoe het met ons eigen huisje is en hoe het weer voelt om daar weer te zijn. We gaan naar Kasteel Hoensbroek. Dit is de gevangenis, kom kijken. Een schacht in de 3 meter dikke muur. Vroeger namelijk ook eng. Dan kan ik me herinneren. Ja, die gevangenis. Ja. Hier is een wc, Nick. Ja, kijk maar eens hoe mijn wc voor je uit ziet. Daar ging de poep. Kijk, daar ging het water. Die waren klein vroeger. Die waren een beetje mijn lengte. Zie je dat? Die past mij wel. Daar komt ze. Hoi Lea. De waskamer. Hier sliepen en werkten de dienstmeisjes. Kijk! Vind je ervan? Knuffel! Voel met je handjes
wat erin zit. Ik ga het niet doen. Waarom niet? Ja, Lea, voel maar, wat zit erin? Is het een letter of zijn het cijfers? Cijfers. Een letter. Ja, A, B. Voelen, papa. Oh, ja. Nu moet ik hem omhoog gooien en met die kant van mijn hand vangen. Komt ie, hè? 1, 2. Dat was moeilijk. Hè? Hier is nog een kamer. Maandagochtend. En nadat we gisteren in de auto die kleine update hebben opgenomen, hebben we appcontact gehad met de mensen die in ons huis zitten. En blijkt dat zij vandaag naar huis gaan. En dat betekent dat wij weer terug in ons huis gaan. Onverwacht, een week eerder dus. En ik moet zeggen, we hebben er ook wel weer zin in. En dat is ook een leuke ontdekking. Dat je nu, de herfst komt eraan. En dat je denkt, oh, ons huisje gezellig maken, kaarsjes aan, s'avonds samen met Maarten leuke filmpjes kijken. Dus ik merk dat nu, juist na zo'n bijna een maand niet aan huis te zijn geweest, je huis toch wel weer gaat waarderen. Maar dat zeg ik nu. Dus kijk goed aan als we daadwerkelijk weer thuis zijn. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Jongens, hebben jullie zin om naar het eigen huis te gaan? Nee. Nee? Waarom jij wel, papa? Wat heb je gemist? Je eigen tijd. Heb jij zin om naar huis te gaan of niet? Waarom niet, schatje? Jij wilde nog even hier blijven, schat, bij Amy. Thuis hebben we geen zwembad. Nee, maar het weer is nu niet meer zo goed voor een zwembad, schatje. Het wordt nu weer wat frisser. Vind jij het leuk om weer naar huis te gaan? Mag ik ook mijn nieuwe zwembad? Wil je ook een nieuw zwembad? En wat mis je van thuis? Mijn lieve hond. Ja, ik vroeg Lea vanmorgen wat ze thuis miste. Ze had het over een hond met knopjes. Die hebben we niet. Wil jij naar huis of wil je nog bij Amy blijven? Naar huis. Ja? Wat ga je dan doen als je thuis bent? Morgen slapen. Mami, ga je spelen? Nee, schat, we gaan met even een ijsje. Met de vlog spelen. Met de vlog?